Maar wanneer kwam het naar buiten dan, dat je gekozen hebt? Ik denk ergens volgende week. Volgende week? Geef die primeur aan mij dan, die komt dinsdag al bij Fox. Dan heb ik toch, ik ben toch je mattie, man. Ik ga je in een keer fucking telegraaf of wat dan ook. Ik heb toch eens, Fox bij mij, hier Andy, een primeurtje. Is goed, man. Kom eraan. Hoe is het? Goed. Bakka! Rustig. Ik heb een flesje water voor je neergelegd. Thanks. Het ziet er een beetje uitgedroogd uit. Hoezo? Je moet goed water drinken. Ja. Lekker assistje gisteren, hè? Ja. Dat is wel goed, hè? Lekker schaartje zo, eroverheen. Ja, dat moet ik vaker doen. Ja, kan je makkelijk. Snelheid erlangs. Mm-hmm. Maar je bent nog een beetje bang, hè? Fouten te maken en zo. Soms heb ik ook, ik schiet ook heel scheef op. Wat schiet je scheef? Ik schiet straat in uit soms, dus. Maar ja, ik ga wel gewoon door met schieten, dus maak me moet ook. Ja. Moet gewoon door blijven gaan. Mm-hmm. Mooi tasje, man. Heb je van je salaris gehad? Van je eerste salaris, ja, hè? Zeg eerlijk. Of heb je die van Koeman gekregen? Echt een hele dag op grappen, ja. Ga zitten. Doe ik gewoon dat je om, anders rem ik een keer hard zo. Dan ben je voor altijd uitgeschakeld. Ja. Dat gaat een beetje blessuren. Ja, dat is niet echt een blessure, ik weet niet wat het is. Maar het doet gewoon pijn bij mijn aanhechtingen, maar ik weet niet wat het is. Hoe kwam dat? Je moet linksback spelen op een gegeven moment, hè? Ging die rechtsbuiten een beetje gek doen, toch? Ja, maar nee, ik had het al een tijdje. Oh. Nu wordt het steeds erger. Oké. Okay. Dus ik heb er al een tijdje last van. Ik kan er niks aan doen. Rust. Heb je Koeman gesproken? En? Geef die primeur. Geef die primeur. Als je mijn primeur geeft, ben je de man. Ja, maar... Wat? Zeg gewoon, het maakt niet uit. Geef die primeur, jongen. Nee, man. Waarom niet? Ik ben toch je mattie? Ja, u wel. Maar niet iedereen is mijn mattie toch? Nee, maar het komt toch uit? Ja, het komt uit, maar... Wanneer? Wat hij tegen mij heeft gezegd, dat hou ik liever privé gewoon. Nee. Tussen ons. Maar je gaat wel... Oranje shit dragen. Dat weet ik nog niet. Dat weet jij wel. Dat weet ik nog niet. Hup Holland, hup. Ja, dat is wel mooi. Zullen we even een rondje rijden? Je hebt honger, hè? Nee, man. Dan heb je gegeten bij de club net? Ja, een beetje. Klein. Moest je een beetje uitlopen vandaag dan? Ik kan eten van je nemen. Ja, tuurlijk. Neem maar twee. Waarom? Als ik even. Hey, moest je een beetje uitlopen vandaag? Ja. Dus gisteren gespeeld? Een slechte wedstrijd tegen RKC, hè? Oh, ik begrijp het wel. Weet je waarom? Het is moeilijk, zulke wedstrijden. Net, het is altijd zo, na interlandperiode heb je rust gehad, ben je even uit die flow. En dan moet je een wedstrijd spelen tegen RKC, met alle respect. In een klein stadionnetje en zo, weet je wel. Mm. Koud, regen, wind. Je wil gewoon lekker grote tegenstanders en zo hebben, toch? Je wil niet, ja, dat hoort er ook bij. Waar moet ik heen voor die... Rechts? Ja. Dankjewel. Dus met Chelsea ben je er niet bij, denk je? Ja, ik weet niet. Ik hoop het. Je moet wel volhouden nu, hè? Ja. Nu speel je basis, man. Je speelt alle wedstrijden basis nu, hè? Ja. Dat is niet normaal. Dat is toch geweldig? Vorig jaar speel je nog onder 19. Dan speel je gewoon Champions League alles. Ja. Dan ben je gewoon een belangrijke man. Dan praat Nederland over je. Dat zie je Nederland zelf dan willen. Mm. Toch? Het is wel iets om trots op te zijn, ja. Ja, toch? Is toch mooi? Dat heb je zelf gedaan. Ja. Heb je stem daar ook gelaten op de toekomst of zo? Ja, ik weet niet, man. Stem is een beetje... Ben je een beetje ziekjes? Nee, ik ben niet ziek. Je bent er geboren, dit is echt je buurtje. Ja. En pleitsvoetbal deed je dat nog? Nu? Ja? Nee, mag niet meer, hè? Geen tijd ook, man. Mag ook niet, hè? Ja, voor blessures. Nee, het is ook zwaar, dus ik heb ook rust nodig in de momenten dat ik gewoon vrij ben. Ja, ervaar je het als zwaar ook, dit? Echt? Van al die wedstrijden achter elkaar? Ja, hè? Ja, daardoor komt dit waarschijnlijk. Als jonge jongen, ja, als je jong bent, ja. Je bent daar nog niet gewend. Dan speel je één keer in de week toch? Bij onder 19. Echt drie keer in de week, man. Ja.
en nog hoger niveau natuurlijk. Ja. Dus dat, ja, dat moet je wel eventjes aan wennen natuurlijk. Maar ja, moppig. Je wordt alleen maar sterker daardoor door wedstrijden. Ja. Heb je ook meer vertrouwen nu dan in het begin? Ja, maar ik kan nog steeds. Er komt nog meer aan, laat me het zo zeggen. Ik kan nog steeds beter. Bij jou? Ik weet nog dat niet alles. Hier links? Ja, gewoon linkerbaan. Of nee, rechterbaan. Kaas? Doe links. Ja, wat weet je nou? Ik sta niet op het veld. Rechts. Deze. Jeetje mina, hé. Hé, maar luister dan. Ja. Dat wil ik nou vragen dan. Vergeten. Waar hadden we het over? Over die... die ervaring en zo, ja. Champions League. Is mooi, hè? Mm. Wat zijn je zwakke punten? Kijk, je goede punten is aanvallen, dit en dat. Wat vind je dat beter kan bij jou? Verdedigen, ja? Of positie kiezen soms. Ja, het gaat wel wat beter, hè? Ja, maar het ligt niet alleen aan jou. Het hele team heeft daar problemen mee. Ja. Dus zeg maar, kijk, Ajax en de omschakeling is Ajax gewoon... moeten ze echt wel veranderen. Ja, maar... ja... Okay, positie kiezen. Sowieso gewoon een schot. Ik moet wat meer rendement krijgen. Ik heb gisteren wel twee assists gegeven in deze lezing. Twee? Ja. Had je gisteren twee assists? Ja, op Quincy Promes ook, maar... Oh, zag er niet zo mooi uit. Ja, maar hij was wel de laatste pas. Oké, okay, hoeveel assists heb je nu in totaal in deze 3 maanden? Ja, vast 2 volgens mij. 2? 2 of 3. Daarom wil ik daar ook meer rendement uit halen. Ja. Dat ik statistieken op tafel breng. Dat je elke wedstrijd wat extra's brengt, een assist of een goaltje. Ja. Heb je al gescoord? Nee, hè? Nee. Moet ik rechtdoor? Ja, dan wel naar links. Oké, dus... Daarom, ik heb... heel veel kans gehad om te scoren. Maar hier links? Ja. Maar mijn hoofd is nog niet zo cool geweest in die situaties, dus ik schiet heel scheef. Je moet eventjes. Als je 1 keer scoort, dan ben je over dat punt heen. Ja, man. Dat had ik ook. Dat had je tegen ADO gezien. Ik stond gewoon cornervlag. Ja. Ja. Eigenlijk kon niet deze, maar we gaan wat is het dan? De garage toch? Nee, maar ga ze daar eerst praten, jongen. Heb je weer honger? Nee, man. Vergeet alleen maar, hè? Ik dacht u al. Nee, maar hoeft niet. Ik hoef geen u te zeggen, man. Ik voel me echt oud. Oh, sorry, man. Dus in de jeugd wel veel eigenlijk. Nee, City, Almere City gespeeld, hè? Ja. En toen ben je gescout. Je kon toch ook naar PSV in. Utrecht. Ja. Waarom heb je gekozen voor Ajax? Dat is toch logisch. Ja, weet ik wel. Tuurlijk, de beste. Ja. Maar de eerste keer was je afgevallen daar, toch? Ja, man. De eerste keer was ik afgevallen. Dan had ik nog een kans gekregen, toen greep ik hem weer. Maar ja, Ajax is de eerste. Het is Robbe Groene. Ja, wacht eens toch. Politiebureau hier. Maar Ajax is de eerste. Ja, dichtst erbij, bij mijn huis. De tweede is de beste club van Nederland. En ja, ik wou ook gewoon daar spelen. Ik weet niet. Ja. De jeugd is gewoon het beste, je leert daar het meeste. Dus, En wat hoor ik over de boer dan? Die wilde je naar Amerika halen, toch? Ja. Ik had ook wat periodes gehad vroeger dat ik het niet zo leuk vond bij Ajax. Ja, dat kan. Dat ik, het leek alsof ik op sommige momenten niet echt serieus werd genomen. En, door wie? Door mensen die nu weg zijn bij Ajax? Trainers en dat soort dingen, directeurs? Sommigen zijn er nog, maar... Daar gaat het niet om. Ik wist al wat ik kon. Yeah. En op de training zag je dat ook terug. Yeah. Je hebt ook gewoon altijd heel goed. Ja. Alleen in de wedstrijden soms niet. Kwam het er niet uit dan of zo? Ja. Voor jouw gevoel? Heel vaak had ik gewoon dat ik dus besprekingen had met het hele team. En dan was het geen bespreking alleen over de dingen die ik fout deed. Dus die jongens kwamen ook na een tijdje naar me toe van ja, gaat die bespreking ook nog over ons of komen ze altijd alleen maar zeggen wat jij fout doet? Oké. Het leek alsof het gewoon op mij gemunt was, maar ja. Nou, ik liet het gaan. Soms ging ik er natuurlijk wel tegenin, want het irriteerde me gewoon dat je gewoon op alles kritisch gaat zijn wat ik doe. En maar dat we het met het hele team doen, snap je? Ja. Dus alleen ik doe de dingen fout en de goals zijn mijn schuld, dit, dat. Omdat ik beter had kunnen staan of zo. Ja. Sommige momenten klopte dat ook wel, maar het leek alsof het elke
alles, elke bespreking gewoon op mij gemeend was. En dat was veel. En dat zagen de jongens ook. Dus iedereen had dat gewoon door. Was het niet omdat, omdat jij het, zeg maar, omdat ze het al in jou zagen zitten? Dat ze wisten van, oké, hij gaat er wat eerst aan. Nee, denk ik niet hoor. Denk het echt niet. Oké. Okay. Nee man, ik vind dat niet. Ik vind dat een beetje apart, snap je? Ja, dat je alleen jij de schuld krijgt. Ja, het is gewoon. Je moet wel realistisch blijven. Ja. Je moet niet gewoon, laten we zeggen, alle focus dan op mij leggen. Aan de ene kant is het wel goed, ja. Ze kunnen boos worden, alle aandacht gaat naar mij, ik leer er ook van. Ja. Maar aan de andere kant denk je ook weer van, dan kan je het beter individueel met me doen, snap je? Mm-hmm. Want je gaat niet een teambespreking hebben van een half uur en dan praat je 25 minuten alleen over mij, waar iedereen bij is. Dan hebben hun daar ook niks aan, want hun leren dan ook niks aan. En hun vonden dat ook vervelend, dat die bespreking steeds over mij ging, maar ja. Oké, en hoe ging je daarmee om dan met die emoties? Hoe ging je dan? Soms werd ik gewoon boos. Hè. Ja? En ging je tegenin schreeuwen zo? Nou, ik heb dat ook wel eens gedaan. Nee, ik ging niet echt schreeuwen of zo. Maar ik ging wel gewoon er tegenin gewoon een beetje de waarheid vertellen. Ja. Zo te zeggen. Ja, natuurlijk is dat voor de trainers niet zo lekker. Ja. Deed dat ook waar iedereen bij was? Ja. Na een tijdje, dan loopt de emmer vol, snap je? Ja. Dan ben je gewoon iets terugzeggen. Dan is het genoeg, hè? Dan... Ja, dan is het genoeg, want ik ben niet zo'n jongetje die over zich heen laat lopen. Nee. Dus ik accepteer wel veel, maar na een tijdje is het ook genoeg. En dan laat ik je ook gewoon merken dat het genoeg is. Dat het klaar is, klaar, hè? Ja. Maar nu ook bij het eerste en zo. Heel veel jongens maken veel grappen, maar ik kan er ook meer tegen, snap je? Maar het is wat dikker geworden. Accepteer gewoon alles. Ik denk van, weet je wat, je mag wel tegen me schreeuwen, maakt me niet uit. Als ik een foute paas geef of als ik verkeerd schiet of iets. Ja. Of als ik balverlies leid. Ik weet zelf al dat ik fout zit. Mm-hmm. Dus als jullie tegen me willen schreeuwen, dat maakt me niet uit. Ik doe gewoon alsof ik jullie op dat moment niet hoor. Ja. Want het heeft geen zin, negatieve energie, snap je? Nee, maar ik denk dat op dit niveau dat ook wel normaal is, hoor. Dat mensen gewoon tegen elkaar echt wel een beetje wel elkaar de waarheid zeggen zo. Er gebeurt gewoon veel. Soms heb je ook wel eens van die zeikers erbij zitten hoor, die door blijven gaan, weet je wel. Kom op, laat me met rust, man. Ja. Even relax. Ja. Maar dat hoort er ook bij. Het zijn allemaal gewoon personen die, met allemaal emoties en zo. En dat, soms botst dat wel. Heb je wel eens vechtpartijen gehad in de kleedkamers en zo? Heb je dat wel eens meegemaakt? Zelf? Heb je zelf wel eens? Ja, ik heb wel meegemaakt. Ja. Dan moet je in Italië kijken, gebeurt elke wedstrijd. Het is gewoon vechten met elkaar, hè? Als ze niet eens zijn over iets. Ja. En dan de volgende dag is gewoon klaar. Het is gewoon, hup, en dan ga je weer door. Ja. Maar zo ben ik ook wel, hoor. Als ik boos ben op iemand, dan is het alleen is het gewoon voor dat moment. Ja. Want daarna is het ook weer klaar. Ik ben niet boos op iemand voor een week of zo, of voor twee dagen achter elkaar. Nee. Oké. Maar het is ook niet persoonlijk als ik boos ben. Ook niet naar de trainers toe, het is nooit persoonlijk. Nee. Maar ja. Op sommige momenten voelde het wel voor mij alsof bijvoorbeeld een trainer, alsof het persoonlijk werd voor de trainer naar mij toe. Mm-hmm. Maar ik heb het gewoon gelaten. Nu uiteindelijk ben ik goed terechtgekomen, dus ja. Ja. Ja, ik hoop dat ik er blijf. Daar doe ik gewoon mijn best voor. Heb je pas geleden je contract verlengd? Ja. Met hoe lang? Hoe lang? 2022. Oké. Okay. Ja. Maar dan gaan ze nu binnenkort weer openbreken of niet? Omdat je nu zeg maar speelt en zo. Nee, denk ik niet. Nee? Nee. Heb je een goed contract nu? Het is nooit zo goed. Doe koers goed. Ik ben er tevreden. Nee, mooi toch? Oké. Ik kan ervan leven. Ja, geweldig toch? Ja. Is toch mooi dat je gewoon van je hobby eigenlijk je werk kan maken? Ja, echt. Maar wanneer komt het naar buiten dan dat je gekozen hebt? Ik denk ergens van. Volgende week. Geef die primeur aan mij dan. Die komt dinsdag online bij Fox. Dan heb ik toch. Ik ben toch je mattie, man. Ik ga je een keer fucking telegrafen wat dan ook. Ik heb toch Fox bij mij hier en die hebben een primeurtje. Ik had Ajax.nl beloofd dat ik hun als eerste zou zeggen. Ajax, maar doe erop Ajax.nl van. Ja, belofte zeg. Wanneer gaan we het bekendmaken dan? Ergens volgende week. Nee, maar laat mij dinsdag dan online gooien. Wat? Dit? Ja. Die primeur. Dat is lastig, man. Sorry, man.
Carlo, jeetje man. Oké. Maar wel de Nederlands elftal dus. Dat weet ik niet hoor. Dat zijn nieuwe woorden. We zullen het zien volgende week. Ja, het is wel, weet je wat het is? Er zitten twee kanten aan het verhaal. Kijk, wat ik zei al tegen je, bij Nederlands elftal, geweldig natuurlijk, mooi. Goede voetballers, je kan dingen gaan winnen. En bij Amerika, kijk, Amerika is een gek land. Want qua sponsoring en zo. En kijk, als jij speler bent van Ajax en je speelt Amerikaans elftal, kan je veel geld verdienen met contracten en zo, weet je wel. Met sponsordeals en zo. Kijk maar naar die vrouw ook, die vrouw van Amerika. Die verdienen gewoon een miljoen, hè, soms aan sponsordingen. Ja? Ja jongen, dat is niet normaal. Ga je nou die keuze omdraaien? Ja, ik fucking shit, ik heb verkeerde keuze gemaakt. Ja, ik wist niet dat het zoveel was. Ja jongen, verdienen geld. Ja, verdienen echt veel geld. En die vrouw van die, met die blauwe ogen, die, ja, van Amerikaanse vrouwenelftal. Ik weet niet hè. Ik ben rustig hè? Ja, maar ik weet niet echt wie. Ik kijk niet echt veel naar vrouwen. Maar Ajax.nl is toch gewoon een kleine site? Ja. Is dat niet van Ajax zelf? Ja, maar volgens mij wel. Nee man. Ajax.nl is wel. Gewoon Ajax, oh, Ajax.nl, niet... Oh, daar heb ik misschien een andere voor me. Want er is ook nog zo'n Ajax. Showtime. Ja, die is ook wel goed. Die ken ik wel, die jongens. Ook wel leuk, maar... Ja, ik dacht dat Ajax Showtime was, ja. Nee. Ajax.nl. Echt die mensen van Ajax. Ja. Die vroeger. Ja, begrijp ik. Miljoenenbedrijf. Hm? Dat is miljoenenbedrijf, man. Fuck it. Ja, man. Je moet mij die primeur geven. Uiteindelijk komt iedereen het te weten. Dus ja, maar wel als eerste. Die man, als eerste. Je moet altijd eerste zijn. Dat is belangrijk. Wat is dat zo speciaal? Nou, omdat je primeur hebt dan. Dan gaan ze allemaal naar jouw site. Dan gaan ze naar mijn YouTube kanaal. Gaan ze kijken. Ja. Dat is wel waar, sorry. Ja, man, jeetje, wat jammer, man. Maar ja, het is wat het is. Als je een belofte hebt gedaan, ja, dan moet je dat doen. Mm. Voor de rest dan, wat doe je nou overdag zo een beetje? Niet veel. Thuis, ik zit thuis. Ik kijk films. Wat, Netflix? Ja. Heb je de nieuwste serie gezien, Top Boy? Tuurlijk. Ah, hij is vet, hè, die, hè? Top Boy is echt een goede serie. Mm. Dat soort dingen zijn leuk. Ja. Maar ze moeten meer pas ook een series maken. Ja. En nu Chelsea woensdag. Ja. Mooie wedstrijd thuis, hè? Ja. Wat denk je, Chelsea? Kan je winnen? Ja, we kunnen sowieso winnen. Ja, hè? Denk ik ook wel. Maar het is niet makkelijk natuurlijk. Nee. Maar ze hebben ook goede aanvallers. Ze hebben goede aanvallers. Goed middenveld ook een paar. Die Pedro is ook goed. Die Abraham. Die spits, hè? Ik heb hem nooit echt gezien, hoor. Hij is wel goed hoor, maar ik denk gewoon dat Ajax meer kwaliteit heeft dan Chelsea, denk ik. Ja, dat zou wel kunnen. Ja. Chelsea is niet meer zo als eerst. Nee. Chelsea is niet meer, nee precies, met Drogba en Lampard toen en zo. Terry, dat soort gasten allemaal. Oh. Nu, ja, ik heb niet echt heel erg goed op ze gelet in de Premier League. Maar ik denk wel dat ze nog steeds wel gewoon wat kunnen natuurlijk. Ja, tuurlijk, ja, ze kunnen wel wat. Ze staan vierde in de Premier League, dus. Vierde. Ja. Maar het is niet zo meer als dat toen was. Dat is gewoon ook helemaal daar een beetje afgezakt, vind ik. Wat voor dingen zou jij willen spelen later? Competitie? La Liga of Premier League, een van die twee. Ja? Is het gewoon, ja. Maar wat, ja, natuurlijk, het is mooi. En dan, wat voor club ben je? Barcelona? Of ben je Real? Ik ben Real fan. Nou, ik denk Barcelona zou beter aan te spelen, man. Ja, hè? Ja, man. Real is toch iets anders. Uh-huh. Toch iets meer vecht. Iets meer krijger. Snap je? Het is net als Feyenoord Ajax, snap je? Ja. Yeah. Dat Ajax is Barcelona in Madrid. En hoe noem je dat? Feyenoord is naar Real Madrid. Ja. Dan zou ik liever voor Barcelona gaan. Voor Barcelona spelen. Wie is de beste trainer? Nu. Ja. Erik? Ik weet het niet.
Ik ken die andere trainers niet. Beste speler nu, op dit moment? Van de wereld? Ja. Weet ik niet. Wie denk je? Je hebt toch voorkeur? Ja, maar ik heb... Ik hou me niet zo bezig met wie de beste is. Ik hou me gewoon bezig met wie ik leuk vind om naar te kijken. Of wie ik wie denk dat, dat functioneel zijn. Wie? Ja, maar nu presteren ze niet meer zo goed op dit moment. Maar natuurlijk kijk ik gewoon naar Mbappé, vond ik altijd. Mbappé, jij, ja? Ja, maar nu doet hij het niet zo heel goed meer. Maar ja, er zijn gewoon natuurlijk spelers die niet elke wedstrijd goed spelen of zo, of met statistieken komen, maar waarvan je denkt van ze kunnen wel echt wat creëren. Ja. Het zou dreigend zijn. Iedereen gaat natuurlijk zeggen Messi of Ronaldo. Ja. Ik hou me niet echt veel bezig met de discussie tussen hun twee. Want ik, voor mij, ja, ik weet niet. Ik ben niet echt gecharmeerd van hun speelstijl. Nee. Ik denk niet van, wow, naar hem wil ik echt kijken vandaag of zo. Ja, dan ga ik voor thuis blijven. Ja, dat heb ik niet. Meer. Vroeger wel met Ronaldinho toch? Ronaldinho, hè? Dat was nog een beetje klein, maar ja. Bij hem was ik echt wel voor die tv aan het staan en was ik echt fijn. Ja, hij was gewoon geweldig voetballen, man. Ja. Geweldig voetballen, echt, hè? Jeetje, mina. En wie is zeg maar de leider in het team bij Ajax nu? Ik zag gisteren, ik kreeg 2 kusjes van Tadić, hè? Oh ja, maar ik hou daar niet van. Emotie toch, man? Ja. Heel veel gekkigheid, man. Maar, hoort erbij, hoort erbij. Hoort er toch een beetje van. Bij, man. Ja, nee, mijn vriendin? Nee, jij hebt geen vriendin? Wat dan? Die gewoon af en toe een keer? Nee, maar ik ben rustig. Nee, geen vrouwen nu? Helemaal niks. Dit is alleen maar handka. Doe je alleen maar 5 tegen 1. Wat? 5 tegen 1. Hoe bedoel je 5 tegen 1? Kijk hem. Nee, gek. Nee, man. Ja, hè? Oude Rick, hè? Nee, hoor. Nee, oh ja, gewoon vriendinnetje toch, af en toe. Moet toch gewoon even ontspannen. Hoeft niet vast een vriendin te hebben. Maar gewoon lekker ontspannen toch een keer. Hm? Ik praat niet veel. Hé, hey, maar heb jij contract bij Adidas? Nee. Wat dan? Nike. Oh? Oh, nee. Adidas is niet van mij. Niet van mij, verder. Je ziet hier Nike, ja? Wat vraag je me eigenlijk? Klotzak. Ja. Wat ga je nu doen dan? Gewoon lekker hele chillen. Doe je een beetje PlayStation? Ja, hè? PlayStation is wel leuk, maar FIFA is mooi, man. Hè? Ja, maar PlayStation niet meer zoveel. Hm? PlayStation niet meer zoveel. Nee? Gewoon ontspannen, man. Is goed voor je. Lekker op bed liggen, een beetje relaxen, een beetje spelen zo. Lekker film toch? Ja, maar je kan. Veel rust is belangrijk. Veel water drinken. Ja. Ik deed dat vroeger ook altijd. Ja, toch? Hé, hey, luister, thanks. Maar die primeurtje van Nederlands elftal niet, hè? Sorry, man. Lastig. Ik zie je later. Is goed, rustig aan, bro. Ja, maar thanks. Yo, goed. Later. Rustig aan, bro. Ik spreek je later. Yes. Ciao. Yes, jongens. Dat was test. Volgens mij was hij ongesteld. Nee, grapje. Maar ja, hij is een rustige jongen. Goeie voetballer. En ik heb natuurlijk al een shirt van hem. Dus die kan je winnen. Moet je even abonneren. Je weet wel hoe dat gaat. Even duimpje omhoog. Dat gaan we al die gaan doen. Dan kan je een shirt winnen. Dus laat even een reactie achter. En even een duimpje omhoog. En dan maak je kans op het shirt. Bedankt voor het kijken. Dan gaan we door naar de volgende. Later.